Goedemiddag iedereen. We zullen starten met de Full Cloud webinar van Qwestor. Mijn naam is Steven Verrooijen. Ik ben lead consultant bij het Full Cloud team. Je zit al een lange tijd in de ERP-wereld, de laatste 3 jaar in de wereld van NetSuite. Veel ervaring op het gebied van groothandel, productie en ook in de food. Ik zal jullie het een en ander gaan vertellen over de mogelijkheden van food manufacturing via de Food Cloud oplossing van ons. We zullen eerst een introductie doen van Qwestor. Ook even toelichten wat Food Cloud is en de achtergrond van NetSuite even toelichten. Is misschien niet voor iedereen bekend. NetSuite wordt nog wel eens ervaren als een nieuw product in de markt. Dan zullen we straks het product zelf ingaan. Ik zal laten zien in NetSuite hoe NetSuite eruit ziet en wat de mogelijkheden daar zijn. En tenslotte is er nog een gelegenheid om wat vragen te stellen. Als we kijken naar Qwestor. Qwestor is een Oracle ERP partner. Het bestaat al vanaf 2005. Qwestor is een relatief grote internationale organisatie. Ze zijn wereldwijd verspreid. We hebben 8 kantoren in 7 landen. Een groot aantal klanten. Maar ook daarmee een groot aantal met die kantoren een aantal medewerkers. Het maakt het mogelijk dat we door die spreiding in die landen echt daadwerkelijk voor Oracle klanten een 24x7 support kunnen leveren. Maar Qwestor is al even bezig in de ERP-wereld. Het is een solide bedrijf. Met een visie die duidelijk op de toekomst gericht is. Niet op de korte termijn. Dat is ook een van de redenen waarom Qwestor begonnen is met Food Cloud en met NetSuite. Leuk om te vermelden is dat Qwestor ook een daadwerkelijke footprint heeft in de foodmarkt. 65% van de omzet komt uit de foodwereld. Bedrijven die iets met voeding te maken hebben. We gaan kijken naar Food Cloud. Food Cloud is een onafhankelijk bedrijf binnen de Qwestor groep. Het is drie jaar geleden is dat begonnen toen eigenlijk ook Oracle NetSuite overgenomen heeft in een uitbreiding waar we vanuit het Anglo-Saxische deel van de wereld naar Europa toe. We hebben een internationaal team binnen Food Cloud. Een aantal collega's die gewoon in Nederland werkzaam zijn en wonen, maar we hebben ook een aantal collega's die vanuit andere landen in ons team betrokken zijn. Dat maakt het een dynamisch en heel leuk team, waarin jong talent in combinatie met ervaring hele leuke projecten kan doen. Als we kijken naar Oracle NetSuite. Oracle NetSuite is duidelijk geen nieuw kit on the block, om het zo maar te zeggen. Wel in Europa en zeker ook in Nederland. Het is een product wat al wat langer op de markt is, en met name het Anglo-Saxische deelte van de wereld. Het is niet zomaar een speler. Het is al meer dan 20 jaar is het actief. Het is gewoon een serieus grote organisatie. Oracle NetSuite was van een zelfstandige organisatie. Met wel duidelijke banden naar Oracle. Maar er is een overname geweest in 2016. En dat heeft het mogelijk gemaakt om de expansie naar de rest van de wereld mogelijk te maken. En ook te investeren in nog meer technologie en mogelijkheden en functionaliteit. Om veel te bieden aan de klanten. Een echt uniek selling point van NetSuite en ook een heel bijzonder aspect van NetSuite is dat je 2 keer per jaar een upgrade krijgt. Iedereen gaat mee. Ook als er maatwerk of als er interface gemaakt zijn, niemand zal achterblijven en de upgrade zal automatisch verlopen. Uiteraard is er mogelijkheid om te kijken naar nieuwe functionaliteit. 2 maanden van tevoren zal iedereen dan mogelijkheid krijgen om in een omgeving, wat een kopie is van de eigen omgeving, de mogelijkheden te onderzoeken aan de hand van ondersteuning van de partner of de release informatie die uitvoerig beschikbaar komt. Kan er dan gekeken worden naar nieuwe functionaliteit om die eventueel te implementeren. De impact die je hebt van een upgrade die is laag, heel erg laag als je dat vergelijkt met de impact van een upgrade met de traditionele ERP oplossingen die we in de markt ook zien. En je ziet echt dat ook zeer complexe omgevingen, zoals bijvoorbeeld een Transavia, die werkt met NetSuite Financials, die daar meer dan 20 applicaties aan gekoppeld heeft, 2 keer per jaar een automatische upgrade krijgt en eigenlijk zonder enige noemenswaardige inspanningen door kan gaan dan naar een volgende release en alle technologie weer kan implementeren die daar mogelijk is. NetSuite werkt met implementatiepartners. Wij zijn daar één van. En wij kunnen dus NetSuite verkopen en NetSuite implementeren.
Als je kijkt naar NetSuite, dan is daar wel wat te vertellen over de filosofie van het pakket. 1999, de internetbubbel kwam eraan. Er waren veel start-ups en veel bedrijven die het internet gingen doen. Zo ook eigenlijk een start-up die vanuit Oracle-medewerkers ontstond. Ze wilden iets met video's gaan doen, streaming video's. Dat is toen niet van de grond gekomen. Onder andere dat de techniek er toen nog niet klaar voor was. Toen ze die start-up startten, ontdekten ze ook dat er eigenlijk helemaal geen applicaties waren om een opstartend bedrijf of een bedrijf of een MKB-bedrijf goed mee te kunnen ondersteunen. Dat je het heel snel kon gaan gebruiken als service en niet dat je overal allerlei hardware moest installeren. Met die filosofie zijn ze NetSuite begonnen. NetSuite is echt gemaakt toen de tijd als een van de weinige ERP-applicaties direct in de cloud. Dus die cloud-technologie is direct geadopteerd. En dat maakt het ook dat het zulke bijzondere eigenschappen heeft, zo'n uniek platform gekregen heeft. En de hele filosofie van NetSuite is om één applicatie te maken waarmee je daadwerkelijk alle functionaliteit in huis hebt om te zorgen dat je alle bedrijfsfuncties op een hele fatsoenlijke en goede manier kan ondersteunen. Dus je wil één applicatie en geen losse applicaties aanhaken om allerlei dingen te gaan regelen en organiseren. Dat Suite Cloud platform van NetSuite, dat is echt iets waar ik ontzettend enthousiast over ben. Je kan het systeem heel makkelijk aanpassen, maar op een manier zonder dat je daar heel veel hoeft te coderen of een aanpassing code gaat genereren, waardoor je weer zo'n lock-in krijgt op het moment dat je naar een upgrade toe gaat. Net als we tegenwoordig met onze smartphone doen, als ik naar telebanken ga installeren, dan druk ik ergens op, dan heb ik telebank hier op mijn telefoon staan. En zo is dat ook met NetSuite. Het is echt bijzonder om te zien hoeveel partners er zijn die functionaliteit ontwikkeld hebben en hoe makkelijk je dat in je applicatie beschikbaar kan krijgen. Ook de multi-tenant toepassing. Iedereen werkt gewoon met dezelfde functionaliteit. Er zijn geen versies meer die eventueel klanten die met oudere versies blijven werken, waardoor je ook niet meer doorgaat. En het wordt, maak gebruik van Oracle-technologie. Dus de laatste Oracle-technologie, alles wat bekend is over die fameuze database van Oracle. Die technologie wordt door Oracle gebruikt. En dat is echt een speerpunt. Oracle heeft ook echt gezegd dat NetSuite en Oracle Cloud echt de twee ERP-producten zijn waar ze voor de toekomst daadwerkelijk voor gaan. Nou, wat je van NetSuite mag verwachten is dat alle essentials die erin zitten, dus de ERP, CRM, de supply chain, HRM-achtige oplossingen, zijn beschikbaar. Maar ook omnichannel e-commerce. En dat is echt een bijzonder aspect. Ik zal straks een website laten zien van een foodbedrijf die de stack gebruikt van NetSuite en die ook de module e-commerce gebruikt heeft. Dat ziet er indrukwekkend uit. Ten slotte, NetSuite is niet een heel klein pakketje. NetSuite heeft de mogelijkheden om kleinere organisaties goed te faciliteren, maar ook, het is ook een enorm schaalbaar product. En er is een mogelijkheid om te werken met meerdere talen, met meerdere currencies, tax compliance in verschillende landen is geregeld. Dus de Nederlandse BTW en de Nederlandse regelgeving wordt gewoon goed ondersteund. We kunnen meerdere bedrijven aanmaken, meerdere locaties kunnen we aan. Intercompany functionaliteit wordt prima ondersteund in de applicatie. Dat maakt het een heel veelzijdig en professioneel product. En tenslotte zie je dat er een aantal, dat er industriefocus is. NetSuite heeft het hele duidelijke industriefocus. En een van die focusgebieden is functionaliteit voor food and beverage. En wat NetSuite ook doet, is daar partners bij zoeken. Die ook een hele duidelijke focus hebben. En die daar worden we ook heel goed in gefaciliteerd en ondersteund. Onze focus is food. En daarvoor brengen we ook nog aanvullende hele specifieke verticale functies voor. Brengen we daarvoor uit, die dan ook gebruikt kunnen worden met de applicatie. Nou, NetSuite, het is echt een heel modulair systeem. Hè. Zowel klein beginnen als naar groot doorgroeien. We zien dat ik qua methodologie ook terug bij NetSuite. NetSuite heeft een implementatiemethodologie weer, het heet Suite Succes. Waardoor we niet allerlei hele lange periodes blauwdrukken gaan zitten maken, maar heel snel resultaat willen hebben en een korte, krachtige, vooringerichte applicatie willen leveren. Die je dan eigenlijk, nadat je snel live bent, steeds modulair verder kan opbouwen. Nou, dit is een voorbeeld van een aantal functies die we beschikbaar zien, die mogelijk zijn en die we gewoon kunnen inzetten. En nogmaals ook het e-commerce stuk, wat mogelijk is. EDI-faciliteiten, ook daarin. Ik ken de EDI-projecten waarin behoorlijk gestoeid werd met het koppelen van allerlei berichten die naar binnen gingen of weer eruit gingen. Wij doen dat met een aparte B2B gateway. En dan ben je voor een paar honderd euro per bericht ben je klaar.
En dan heb je geen omkijken in zo'n project. Dan kan je heel makkelijk je EDI uitbreiden naar meerdere partners in de markt tegen een hele lage investering. Wat ik net ook al zei, naast dat wij implementatiepartner zijn van NetSuite, zijn wij ook SDM-partner. Dat betekent dat wij producten mogen ontwikkelen die in NetSuite zelf. En dat zijn producten die we als SuiteUp.com beschikbaar stellen. Ik zal straks wat dieper ingaan op de productspecificaties waar we de SuiteUp voor gelanceerd hebben. En ook voor de andere componenten die we hier zien, hebben wij op dit moment functionaliteit ontwikkeld. We zitten midden in het proces om die functionaliteit ook goedgekeurd te krijgen door NetSuite. Dat is een hele strikte procedure waarbij je echt door de mangel gehaald wordt en de oplossing gevalideerd wordt en alle facetten die er omheen zitten qua implementatievoorziening en aansluiting bij de nieuwe methodologieën van NetSuite, dat het ook allemaal op orde is, dat je goede deliverables hebt. En dat ziet er heel veelbelovend uit. Noem even bijvoorbeeld emballage. Als je kijkt in een foodbedrijf, kan emballage daadwerkelijk een significante investering zijn die gedaan wordt, die je als asset kan zien. Waar je ook controle op wilt houden, dus je dat niet doet, wat gewoon een negatief effect op je resultaat kan hebben. Nou, die Foodcloud Product Specifications, wat we zien om compliant te zijn met de regelgeving, ja, zien we toch wel heel veel klanten die waar gewoon mensen bezig zijn in Excel naast de ERP om van alles nog wat bij te houden over de productspecificaties van een product. Wij doen het in de oplossing nu zelf. We hebben de mogelijkheid om die hele specifieke specificaties van een product aan een artikel, aan een item, aan een product vast te hangen. En op het moment dat we een samengesteld product hebben, dan calculeren we eigenlijk alle ingrediënten die daarin gebruikt zijn. Zodat voor een samengesteld product automatisch alle waardes bekend worden in het systeem. Ook de verpakkingsinformatie die registreren aan de producteigenschappen, waardoor het ook mogelijk is om de aangiftes die daar eventueel voor nodig zijn om die uit het systeem te rapporteren. Nou, hier nog een voorbeeld van die productspecificaties. We zien hier eigenlijk dan alle verschillende tabs met alle eigenschappen die er zijn. We hebben heel veel eigenschappen die veel voorkomen voor bedrijven vastgelegd. En met één druk op de knop kunnen we eventueel, als een veld niet van toepassing is, heiden, verbergen, zodat het ook niet meer in het scherm naar voren toe komt. En alleen die specificaties vastgelegd worden die daadwerkelijk ook nodig zijn voor een product wat geproduceerd gaat worden of wat verhandeld wordt. Nou, dus even een greep uit een aantal referenten. Het zijn klanten die we hier zien die met NetSuite werken. En daaronder zien we een aantal klanten staan die, waar Quistor mee bezig is. Chain is een leuk bedrijf om te noemen. Dit is een bedrijf wat handelt in verse producten. Hele specifieke handel is dat. Het is waar partijregistratie al in een heel vroeg stadium erg belangrijk is. Maar waar je ook allerlei verschillende manieren van handel ziet. Soms wordt een partij niet eens, wordt Chain daar niet eens eigenaar van. En dan zijn er allerlei partners die ertussen zitten met fees en zo. De marge is enorm belangrijk en dat gaat heel snel. En die hebben een hele mooie oplossing met NetSuite om dat voor elkaar te maken. Ook Torank is een klant die al noemwaard is. Daar zijn we op dit moment met de productie bezig om dat te implementeren. Torank zit in de drankenhandel, een drankenproductie. En die produceren, blenden en die verpakken heel sterk. We hebben een aantal businessmodellen daar door elkaar heen lopen. Zowel eigen productie als private label, maar ook contract bottling wat daar gedaan wordt. En daar hebben we een prima oplossing die de processen heel goed ondersteunt. En wat ook hier in het midden staat is Honeystinger. Dat is ook een food referent van NetSuite. En daar zal ik even een website van laten zien. Dit is de website van Honeystinger. Waar we hier nu naar kijken is NetSuite. Dit is gewoon NetSuite technologie die we hier voorbij zien komen. Dus alles wat hier voorbij komt, de hele webshop, de website wordt gefaciliteerd door NetSuite, door het omnichannel verhaal. Dit is een module die aangezet wordt en die zeker in, ik geloof er heel erg in, met name B2B combinaties. En de B2B en B2C combinaties zijn toch wel hele verschillende facetten in een e-commerce omgeving ander karakter geven. Met name in de B2B is het vooral van belang, denk ik, om toegang te geven voor klanten naar informatie. Informatievoorziening is gewoon heel erg belangrijk. En door die module aan te zetten en te kijken naar bijvoorbeeld de stijl van de website van een bedrijf, kunnen we heel snel zo'n klantenportaal beschikbaar maken via een module van NetSuite tegen gewoon hele lage kosten. En dat later ook helemaal aanpassen naar onze eigen wensen en onze eigen behoeftes.
Maar zeker als je de structuur van de oplossing laat staan, dan kan je tegen hele lage kosten een indrukwekkend mooie website, klantenportaal maken, aansluitend B2B om de orderafhandeling te doen. En ja, dan doe je eigenlijk tegen hele lage kosten iets wat we vroeger de grote jongens deden, tegen heel veel geld. Nou, als we kijken naar de foodproductie, niet helemaal, maar als we kijken naar ja, als er vloeistoffen, dranken, pulp of dat soort zaken voorbij komen, dan zijn er soms wat andere behoeftes. Daarvoor gebruiken wij de oplossing van Crafted EP. Dat is een functionaliteitsmodule die bovenop de standaard modules van NetSuite beschikbaar gemaakt kan worden. We zien hier een voorbeeld van een dashboard wat direct beschikbaar is op het moment dat die oplossing actief gemaakt is, een specifieke oplossing. Die oplossing komt als een standard edition, maar ook met hele specifieke editions voor andere brouwerijen, wineries en destilleerderijen. Als je die edition hebt, dan heb je echt een daadwerkelijk voorgekookte implementatie waarin we de processen al herkennen. En brouwprocessen is een hoofdlijn hetzelfde, waardoor we heel snel die implementatie ook daadwerkelijk kunnen doen. Maar is ook uitstekend geschikt om voor foodbedrijven. Nou, dit is een voorbeeldscherm. Hè, wat je ziet in die food, op het moment dat je iets gaat bereiden, dan heb je wel eens met vloeistoffen of met een wat dikkere substantie te maken, wat geen vloeistof misschien meer is. Maar wat je wel vaak in een tank of iets dergelijks, of in een bunker gaat opslaan, en waar je producteigenschappen en batch-eigenschappen van wil bijhouden, nou, dan komen dit soort tanks en opslagmiddelen gaan we dan bekendmaken in het systeem. Er komt de visual achter. Op het moment dat we ontvangsten doen, dan registreert hij precies ook die hoeveelheid en de eigenschappen die daarbij horen worden dan visueel zichtbaar gemaakt in het systeem. Nou, dit is een task scheduler die er voorbij komt. Zoveel standaard functionaliteit van NetSuite zelf al, maar wel aardig om weer te geven. Hier zie je dan heel mooi eigenlijk wat de workcenters zijn en dan zie je de activiteiten, die kan je gewoon heen en weer slepen. En dan kan je activiteiten herplannen in het systeem. De leuke vermelding is de pelletbeelden die we hebben. Die pelletbeelden zitten aan het einde van de werkorder, met name aan het einde van de verpakking. En de verpakkingsorders zijn toch wat andere werkorders dan de orders voor de foodproductie zelf. Er komen wat andere eigenschappen bij kijken, vaak een verpakkingslijn met machinerieën, waar een bepaald volume doorheen gaat. Vaak wordt er afgestapeld in verpakt in dozen dat op pellets gaat. Nou, dan komt die pelletbeelder dan mooi van pas. Met die pellet registreren dan van een product hoeveel producten er op een volle pellet zitten. En we registreren ook hoeveel producten er in een laag zitten. Volledige pellet, dan krijg je gewoon de volledige pellet die dan geregistreerd wordt in de voorraad. Met hetzelfde batchnummer. En bij de deelpellet, daar gaan we dan de pellet niet volledig registreren, maar dan tellen we het aantal lagen. En van de laatste laag tellen we dan het aantal dozen. En dat registreren we. Nou, dus waardoor je een hele ease of use gebruik hebt en geen fouten kan maken. Als je bijvoorbeeld kleine pakjes hebt die verpakt worden. Als er 5000 op een pallet staan. Het is gewoon een kwestie van lagen tellen en de laatste doos. Waardoor je een scherpe registratie krijgt. En fouten vermindert bij de voorraden die je gaat opboeken vanuit de productieorders. Als we dan gaan kijken naar naar NetSuite. De mogelijkheden die we standaard hebben. We hebben sowieso twee modules in NetSuite. De eerste module die zorgt ervoor dat je met werkorders aan de slag kan. Dus als je heel klein wilt beginnen, werkorder wilt registreren, de producten die verbruikt worden, de werkorder wilt afboeken, dat tegen die werkorder wilt afboeken, dan kan dat in instantie heel goed. Eenvoudige transacties snel te implementeren. Dat gaat prima. Een volgende stap kan zijn dat we ook met de routes aan de slag gaan, de bewerkingsstappen, en dat we die kosten daarvan gaan trekken. En dat de eerste opzet gaat komen naar de planning toe. En een derde stap die je hebt, dat is een mogelijkheid om met eigenlijk, laten we zeggen, onderhanden werk te gaan werken. We gaan dan daadwerkelijk meer finesses aanbrengen in de route. We kunnen kosten heel scherp capturen, zowel de kosten van het verbruik van product, als ook de kosten die gemaakt worden vanuit de bewerkingen die er zijn, zowel van machines als ook van mensen. Die kunnen we dan heel goed gaan boeken. We krijgen ook een financiële onderhanden werkpositie dan in de financiële administratie, met een kostprijs en een productieresultaat. Dan gaan we al een stap verder in de registratie. Nou, en tenslotte hebben we nog Manufacturing 2, is een aparte module om het zo maar te zeggen. Hierin hebben we mogelijkheden om met shopfloor control te gaan werken. Daar zit scheduling mogelijkheden in. We hebben mogelijkheden om met bijvoorbeeld een Rutherford capacity planning te werken. Kwaliteitsmanagement kan als aparte module aangehaakt worden. Het kan volledig geïntegreerd in de oplossing zelf.
maar kan ook los van productie gebruikt worden om bijvoorbeeld de inkoopontvangsten te gaan controleren met een tablet. Batch processing mogelijkheden, dus als je echt batch processing hebt, continu batch processing, zit daar functionaliteit voor in het systeem om bijvoorbeeld bijproducten ook daadwerkelijk te capturen. En er worden direct ook in deze oplossing out-of-the-box BI-componenten worden er meegeleverd. Wou ik even inloggen in NetSuite zelf. Dan wou ik jullie meenemen in de mogelijkheden van de oplossing. Wat ik ga doen is, ik ga inloggen in NetSuite. Ik ga inloggen als een financial controller in NetSuite. NetSuite heeft een aantal rollen. Dus als ik hier overheen klik, dan zie ik de rollen die voor mij op dit moment beschikbaar zijn in het systeem. Daarvoor ga ik hier naar beneden toe en ga ik de financial controller selecteren. En die financial controller die heeft een eigen dashboard, dus een eigen rol. Dus een rol die standaard meegeleverd wordt door NetSuite. En dan zien we op dat scherm, op dat dashboard van zeg maar de homepage van de medewerker van de financial controller, zien we een aantal portlets terug, zoals we dat noemen. Hier hebben we een overzicht van de reminders die beschikbaar zijn. Hier zitten er eigenlijk een soort van queries onder die heel makkelijk door het systeem, heel makkelijk gemaakt kunnen worden in het systeem. Key users leren we tijdens de implementatie om dat zelf verder te onderhouden. We hebben hier een aantal key performance indicators. NetSuite levert out of the box meer dan 300 KPI's, rapporten, BI-elementen levert hij mee. En door een specifieke module komen daar nog een aantal additionele BI-componenten komen er ook beschikbaar. De inrichting daarvan is eenvoudig. Als je kijkt naar hier bijvoorbeeld setup in zo'n portlet, dan krijg je een overzicht van de KPI's die hier beschikbaar zijn. En het is dan ook mogelijk om additionele KPI's die standaard beschikbaar zijn, om die te kiezen, die erin te plaatsen. Dan worden ze beschikbaar. Maar er kunnen ook custom KPI's zijn. Dus als je een custom KPI hebt gemaakt in het systeem wat je zelf aangepast hebt, dan kan je die hier selecteren. En dan komt hij dan vervolgens gewoon ook in de lijst, komt hij erbij. Dan wordt hij hier getoond en dan kunnen we ermee verder. Nou, NetSuite integreert best wel goed met de Office producten van Microsoft. Als we hier bijvoorbeeld naar een overzicht gaan, een financieel rapport gaan, dan krijgen we hier direct te zien wat er aan de hand is. Ik heb nu een rapport wat over dit jaar loopt. Ik heb nu totalen. Maar ik kan direct ook per class, wat een dimensie is, kan ik een uitsplitsing maken. Of per locatie dat ik beschikbaar heb. Of per bedrijf, als ik dat zou willen. Dus als ik hier per bedrijf dat doe, dan krijg ik een overzicht van per bedrijf wat de stand van zaken is. Maar dat zou ook bijvoorbeeld per periode zijn, per maand zijn. Nou, als ik dan hierin kijk, dan heb ik de mogelijkheden om naar de details van het rapport te zijn. Dus ik heb hier omzet. Nou, daar zitten facturen onder. Misschien wil ik daar een bijzonder getal wil ik daar op inzoomen. Dus wat ik kan doen is die link gewoon openen in een nieuwe tab. Dan krijg ik vervolgens de details van het rapport te zien. Hier heb ik de details van het rapport. Ik zie hier de facturen staan. Ik heb nu gewoon een mogelijkheid om op zo'n factuur te klikken. Dan opent vervolgens de transactie in NetSuite. En dan kan ik daadwerkelijk die factuur zien waar die onderdeel is van die rapportage die hier staat. Dus je is aan het laden, komt die aan. Dus ik zit nu vanuit de financieel rapport, ga ik naar een detailrapport toe. En van daaruit stap ik gewoon door naar de factuur. En ik zie hier de klantinformatie staan. En ik zie hier de artikelen die verkocht zijn in deze applicatie. Ik ga deze weer eventjes sluiten. Ook exportmogelijkheden, wat ik net al zei. Deze rapporten die je hier ziet, er zit een soort framework in. Die rapporten die kunnen heel makkelijk aangepast worden in het systeem zelf. Dit veroorzaakt ook geen aanpassing in de applicatie. Je kan dat gewoon hartelust uitbreiden als je dat wilt. De opleiding daarvoor is ook die is simpel, die is eenvoudig. We kunnen mensen heel snel leren om dit soort rapporten en aanpassingen zelf te gaan maken in het systeem. En ik heb ook mogelijkheden om te exporteren naar Excel. Dus als ik hier op de knopje klik, wat hier onderaan zit, export naar Excel. Dan wordt vervolgens er een export gemaakt. Nou, die kan ik dan gewoon openen. En wat we nu hier zien, dat die export daadwerkelijk slim is. Hè. We zien hier
Je ziet wel eens een export uit ERP-systemen, dat er dan platte data gedumpt wordt, waarbij niet eens de getallen gerespecteerd worden. Wat NetSuite doet met de export naar Excel toe, is dat diezelfde de formules die hier staan, die vinden we hier terug, dat die gerespecteerd worden. En dat dit ook daadwerkelijk gewoon echt daadwerkelijk echte getallen zijn, waar verder mee gerekend kan worden. Dus als er nog een aanpassing gedaan moet worden op de data, dan kan dat gedaan worden in Excel. Als we even teruggaan naar dit, dan gaan we even inloggen nu op dit moment als een ander soort gebruiker. We hebben nu even naar een senior executive gegaan. Nou, die heeft dus een andere rol, vanaf finance is meer operationeel georiënteerd. Daarom krijgt hij ook een ander dashboard. Ook hier weer zien we reminders. Die reminders zijn die op een andere manier zijn die ingedeeld. We zien wat trends, grafieken staan van omzet bijvoorbeeld. Hier weer een aantal key performance indicators, voorraadstanden, omzetten die eventueel gerealiseerd zijn. We zien hier verschillen, dus de huidige positie nog van de periode daarvoor. Het is heel makkelijk om hier in het dashboard een aanpassing te maken. Dus ik kan hier kiezen hoe de date range eigenlijk voor de data moet zijn. Dus wat ik kan doen is dat ik de laatste maand met een vorige maand ga vergelijken, of dat ik de maand van deze met een maand van vorig jaar ga vergelijken. Het kan ook een langere periode zijn waarin ik wil kijken wat de omzetten zijn. Allemaal standaard wat direct uit het systeem komt. Navigatieportret is het benoemen waard. Dit is het idee van NetSuite is dat je altijd in je rol één klik weg bent van de dingen die je dagelijks moet doen. En die navigatieportrets die kan je vrij inrichten. Ze komen standaard al beschikbaar, maar die naar wens kan ook aangepast worden. Dan kies je hier eigenlijk voor een andere set aan programma's die je dan veel gebruikt. Wat ik nu doe is dat ik eens even doorgestapt meer richting productie. Dus ik ga eens kijken naar de productiemanager. En als ik ga inloggen als productiemanager, dan krijg ik weer een ander dashboard. Nou, dit dashboard is natuurlijk heel erg afgestemd op de aspecten die met productie te maken heeft. Ik heb hier bijvoorbeeld een element staan waarin ik de late werkorders boven water kan halen. Nou, als die opent, dan opent er vervolgens een, dat noemen we dan de saved searches. Dat zijn list views die je heel makkelijk met, als ik hier edit this search doe, aan kan passen. Het is een kwestie van kolommen plaatsen en dan kan die door. Ik kan kleurtjes geven, dus op het moment dat iets echt daadwerkelijk uit de spuigaten uit gaat lopen, bepaald criterium, qua datum of aantallen, dan kan ik het een kleurtje geven. Dus je kan met de conditionele formatting werken. En ook hierin zie je dat mensen, klanten heel snel weg zijn om dit soort resultaten daadwerkelijk ook te gaan maken met het systeem. Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld inzicht in de capaciteit van de workcenters. Dus ik zie een aantal workcenters staan, ik zie een aantal uren qua bezetting. Hier kan ik kiezen voor een specifiek workcenter als ik dat zou willen. De werkorders die vrijgegeven zijn, vind ik hier terug. Wat financiële KPI's. Hier vind ik een navigatie die weer specifiek afgestemd is op het aanmaken van werkorders en dat soort zaken nog meer. Nog KPI-indicators die naar voren toe komen. Alle KPI-indicators die je hier ziet, dat zijn indicators die standaard zijn van NetSuite die al even beschikbaar zijn. Daarnaast hebben we technologie dat heet Suite Analytics. Daarbij zou ik graag willen verwijzen naar de website van ons. Daar staat een leuke blog en ook een introductiefilmpje over Suite Analytics, waarin het mogelijk is om een soort cube te maken. Dus de data gewoon als een dataset beschikbaar te stellen. En dan met grafieken of met draaitabellen die data te gaan slicen en dicen en te gaan analyseren. Ook dat ziet er heel veelbelovend uit. Dat is nieuwe functionaliteit die de laatste releases toegevoegd is en waar steeds ontwikkelingen in zijn. Steeds meer standaard datasets ook beschikbaar komen, aanvullend op hetgeen wat we hier daadwerkelijk zien. Nou, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld manufacturing. Hier hebben we dan manufacturing, die task schedule die net ook wel even in een afbeelding voorbij kwam, hebben we staan. Dit is standaard NetSuite functionaliteit dat in de basismodules beschikbaar is. En die task scheduler zie je dan vervolgens. Hier zie je dan de workcenter staan. Ik kan ook een view pakken op de werkorders zelf. Dan laat hij alle werkorders zien. En dan door de tijd heen en dan kan ik die werkorders gaan verplaatsen. Wat je nu daadwerkelijk kan pakken is, dit kan je gewoon gaan verplaatsen naar een ander moment wanneer capaciteit is. En dan kan je hem loslaten en dan wordt er een herplanning gedaan van die betreffende activiteit. Ik heb verschillende views die je kan maken. Dus ik zou een view kunnen maken voor de verpakkingslijn. Ik zou een view kunnen maken voor bepaalde workcenters waar specifieke
bereidingen zijn van voeding of van bepaalde producten. Nou, dan hebben we nog de manufacturing dashboard, wat daar standaard beschikbaar is. Als ik hier naar manufacturing overview kijk, dan krijg ik een dashboard waar wat specifieke aspecten van NetSuite beschikbaar komen. Capaciteitsinzichten worden hier weergegeven. Hier heb ik een aantal views van werkorders die nog gepland moeten worden. Worden hier inzichtelijk. Dit zijn werkorders die gereleased zijn. Ik heb mogelijkheden om eventueel de volgorde aan te passen. Dus ik zou hier een aantal aanpassingen in kunnen maken. Om juist eerst een bepaalde werkorde vrij te geven of juist prioriteiten te geven. Mogelijkheden om in te zoomen op die betreffende werkorde. En dan vervolgens te kijken en daar aanpassingen in te doen. Ook de staat van de werkorde wordt weergegeven in een view. Hier worden de werkorders gelist. Ik kan hier filteren op bijvoorbeeld een specifiek item op een klant. Die filters die kan ik gewoon plaatsen. Alle velden die je beschikbaar hebt op de werkwoordenkaart of gerelateerd zijn, die kan ik als filter gebruiken, waardoor ik een mooie view kan maken en ook heel goed de voortgang kan bewaken van die betreffende productieorders en de aantallen die gemeld zijn. Nou, wat ik nu ga doen is dat ik even wat specifieker ga inzoomen op de werkwoorden zelf en wat daarmee samenhangt. Daarvoor log ik even in als administrator. En als ik dat doe, dan heb ik eigenlijk alle mogelijkheden die je in het systeem beschikbaar hebt. Wat ik zal doen is even een product erbij pakken. Ik ga even een humus erbij pakken. Nou, dit is een global search die ik nu gebruik. Die global search kan je gewoon door het hele systeem heen zoeken. Dus dan kijkt hij op alle entiteiten en dan gaat hij van daaruit door. Ik heb hier een item. Dit is een humus met knoflook. Ik heb hier een humus zonder knoflook. Nou, we pakken de humus met de knoflook. Dan gaan we eens even kijken hoe dat producten daadwerkelijk bijstaat. Nou, hier zie ik een opzet van een artikel standkaart. Het is heel makkelijk om dit aan te passen naar de behoeften van de klant. Wat we hier zien, we kunnen afbeeldingen toevoegen van het product. We hebben de namen ook commerciële benamingen. We zien hier dat er gebruik gemaakt worden van unit types, met daarin de verschillende units. We zouden dus iets met een doos kunnen doen of een interne unit als we een verpakking produceren. Dat dan vervolgens de voorraad, eenheid, de doos daadwerkelijk gaat zijn. We hebben klassificatiemogelijkheden. Nou, die klassificatiemogelijkheden kunnen we heel makkelijk aanpassen in het systeem en ook afhankelijk maken van elkaar. Dus als je een bepaalde productklasse, een bepaalde familie kiest, dat dan juist als je kiest voor food en klasse dip, dat er dan hier weer een bepaald aantal keuzes gemaakt moeten zijn. Dus die afhankelijkheid kan je emotioneel aan elkaar klikken, om het zo maar te zeggen. Nou, NetSuite is gemaakt voor multi-company, multi-locations. Dat betekent dat we hier ook daadwerkelijk al zien dat we een hoofdkwartier hebben. Alle bedrijven en alle bedrijven ook directe producten beschikbaar maken in het systeem. We hebben de mogelijkheid voor financiële verbijzonderingen. Die klassen die hier gebruikt kunnen worden. Dan hoef je niet, als je dus de omzet wil verbijzonderen en eventueel de kostprijs naar een bepaalde productsoort of een productmarktcombinatie. Dan kunnen we dat als kenmerk financiële dimensie meegeven in het systeem. Waardoor je niet allemaal gedetailleerde grootboekrekeningen, waardoor het grootboek algemeen kan houden, waardoor je qua specificaties in de dimensie juist heel scherp kan rapporteren, ook op financieel niveau. Nou, als we naar manufacturing gaan, dan zien we hier de stuklijst staan. Hier zien we dan de route staan in het systeem. Laten we eerst even de stuklijst behandelen. Als daar klik, ik heb de mogelijkheid om met verschillende versies te werken. Dit is de versie 1 van het product, maar dat zouden er dus ook meerdere kunnen zijn. En onder een versie hangt vervolgens de stuklijst. Van de week waren wij bij een prospect die deed inzat in diervoeding. En die besloot dan eigenlijk later in het proces pas was wat voor soort product, wat voor soort ingrediënten hij gebruikte. Afhankelijk van eigenlijk alle orders die er waren. Dus de bulk die geproduceerd werd, liet hij afhangen van de eindproduct. Wat hij als eindproduct moest leveren aan klant. Daarvoor konden we heel mooi met verschillende versies werken. En dan zie je hieronder zie je dan vervolgens de ingrediënten staan die nodig zijn om iets te gaan produceren. Nou, we zien hier de aantal staan in de BOM quantity en we zien hier quantity staan. En de units zien we staan. Ik heb nu ietsje staan. We zouden hier ook met kilogrammen, grammen, volumes, gewichten kunnen werken. En met omrekenfactoren naar bijvoorbeeld de density als dat nodig mocht zijn. Wat ik zie hier is de item source. Het kan zijn dat we iets gewoon uit de voorraad gaan halen. Maar ja, een scenario wat je nog wel ziet is dat er een eindverpakking is en dat dan de bulk eigenlijk ook geproduceerd wordt. Direct in één orderstroom.
Nou, in dat geval doen we nu hier ook in dit voorbeeld. Dat betekent dat als er een order komt voor dit product, dit eindproduct, dat we ook een werkorder aan zullen maken voor de humus, zeg maar, in een grotere container. Dit was de stuklijst. Die stuklijst kunnen we heel makkelijk aanpassen. We hebben customized form. Daardoor kunnen we gewoon velden erin zetten die van toepassing zijn. Dus bepaalde eigenschappen verwerkt en moeten gaan worden in het systeem. Sluit ik eventjes af. Even terug naar het product. En dan gaan we even bij de manufacturing een route kijken. In die route staan de bewerkingsstappen. Nou, dit is het eindproduct, dus daar verwacht je dan ook maar één stap in. We zien hier staan dat er één stap in staat. Nou, we hebben een bewerkingsnaam die we kunnen meegeven, dus vrij in te richten. Daarnaast kiezen we een workcenter. En in het workcenter kunnen we ook assets bekendmaken, dus machines die dan in zo'n workcenter gebruikt gaan worden. Als zometeen hebben we machines en we hebben labor, dus we kunnen met één workcenter kunnen we beide kunnen vertegenwoordigen. Er kan ook een verhouding zijn, dat als er een machine is waar 2-3 man aan staan, dat er dan hier getal 2 aan staat, of andersom. Op het moment dat we zien dat er heel veel machines zijn ten opzichte van juist daadwerkelijk maar één persoon die meerdere machines bedient, is dat een mogelijkheid om de resource groep van de mensen die in zo'n productielijn aan het werk zijn, om die als een aparte resource groep te gaan vermelden en dan hier tijden op te gaan zetten. We hebben in ieder geval hier setup tijden en de run rate hebben we staan. We maken gebruik van een manufacturing cost template. En die cost template die wordt gebruikt om kosten goed te capturen. En daar zouden we ook overheadkosten zouden we daarmee van kunnen pakken. Dus als een machine gewoon bepaalde overheadkosten heeft, dan kunnen we die overheadkosten apart genereren ten opzichte van hetgeen wat erachter zit. Naast die route die we hier zien, hebben we mogelijkheid om in de Advanced Manufacturing Workbench een verbijzondering te maken van die route. En daarmee, en dit is dan de Advanced Manufacturing oplossing die er is in Manufacturing 2, hebben we mogelijkheden om bijvoorbeeld specifiekere planningsaspecten te doen. Dus de overlap van en naar een bewerking kunnen we beter beïnvloeden. We hebben de mogelijkheid om machine te kiezen die de bewerking uit moet voeren als die binnen een workcenter beschikbaar is. We hebben labor requirements. Dat betekent dat als we een lijn gaan omstellen bijvoorbeeld en er moet voor het labelen moet er specifiek iets ingesteld worden dan aan de etiketteermachine, dan is er misschien wel iemand nodig die dat dan juist die kennis en vaardigheden heeft om dat te kunnen doen. Nou, die kan ik hier, kan ik die skills, kan ik dan specifiek verwerken. Voor deze bewerking heb ik deze skills nodig, waardoor ik daar zometeen met de pennen de juiste resources tegenover kan zetten. Ik heb werkinstructies en zoals we zien als ik shopflow control open, dat deze werkinstructies, dus een algemene nood, maar ook eventueel ook voor korte aankondigingen. En het kan bijvoorbeeld simpel zijn als bijvoorbeeld etiketten, hoe vaak gaat er niet iets mis, dat er iets geproduceerd wordt en dat ze toch de verkeerde etiketten willen pakken en de verkeerde etiketten plukken. Nou, dat etiketten gaan plakken in de productierun. Nou, dat zou je hiermee kunnen voorkomen door gewoon hier het etiket eraan te hangen en het dan in shopflow control ook gewoon zichtbaar te maken. Nou, kwaliteitsaspecten, we kunnen per bewerkingsstap kunnen we specifieke kwaliteitstests kunnen we in gaan stellen in het systeem. Dus hier hebben we mogelijkheden om de tests te selecteren. En straks in een tablet ook al die tests die er zijn te visualiseren en een inspecteur daaraan toe te kennen om vervolgens bepaalde controles te doen. En we kunnen hier de frequentie instellen wanneer dat moet gebeuren. Of dat per uur is of per zoveel producten of direct aan het begin of aan het eind. En dat soort dingen kunnen we daarin meenemen. De output. We kunnen de output sturen. Het is mogelijk om naast het product wat we gaan produceren, dus die humus, is het mogelijk om een bijproduct ook te registreren, waardoor je die weer terug kan pakken in de voorraad met tegen de juiste kosten, als dat nodig is. En dit was een beetje de standaarden van het systeem. Wat ik nu wil doen is een offerte aanmaken in het systeem. Wat ik ga doen is dat ik naar de transacties toe ga, ik ga naar sales toe en ik ga naar prepare quotes. En dat betekent dat ik gewoon even voor een klant een offerte ga aanmaken en dat ik die humus ga verkopen. Nou, ik besteed er verder even niet zoveel aandacht aan wat hier allemaal gebeurt. Dit is de header van de offerte, zoals je dat verwacht. Er zijn verschillende forms mogelijk als je dat ingericht hebt, waarbij je dus de layout van hoe zo'n offerte eruit moet komen te zien kan beïnvloeden. Ik heb een status hier staan die de waarschijnlijkheid eigenlijk direct dan aanstuurt als dat gekozen wordt. En ik ga hier gewoon product erop zetten. Nou, het is die humus. Ik tik dat in. Als ik dat eerste letters intik,
dan krijg ik daar keurig netjes dan al een suggestie van welke producten dat zouden kunnen zijn. Ik kies hiervoor de hummus met de garlic die we net behandeld hebben. Ik heb een melding ervan. Ik ga 50 zaken verkopen. Nou, ik laat het eventjes zo. Voeg er eventjes toe. En wat ik nu kan doen is dat ik automatisch de shippingkosten ga calculeren. NetSuite heeft een mogelijkheid, een koppelingsmogelijkheid om straks met verschillende partijen om automatisch de kosten voor een transport te berekenen. Nou, nu wordt, als dat calculeren klik, wordt er een webservice geactiveerd. Op dit moment vindt hij nu geen kosten, maar anders de kosten wel waren die kosten waren in beeld. Nou, offerte is nu klaar. Voordat ik die offerte ga versturen, controleer ik even bij communicatie of er gemaild kan worden. Nou, ik heb hier op de klant mijn e-mailadres even ingevuld. En ik zeg van, nou, als je nou klaar bent, mail dan maar even deze offerte. Vervolgens save ik hem. En nu zal er een e-mail verstuurd gaan worden door het systeem. Die e-mail die verstuurd wordt, die vind ik ook hier onder communicatie terug. Dus hier vind ik die e-mail. Ik kan die e-mail hier ook gaan bekijken. Dit is de message van de e-mail. Bij een e-mail wordt gebruik gemaakt van een schabloon waar een body en een subject en dat soort zaken dynamisch opgebouwd kunnen worden afhankelijk van de data die in de offerte staat. En hier zie ik dan zometeen de attachment staan. Dit is dan de PDF van de offerte. Nou, zomaar een voorbeeld van een offerte waarin het een en ander kon staan. Nou, de mail komt nu op dit moment binnen. Wat ik nu zal doen is dat ik die mail even oppak. Hier staat de mail. En ik ga hier zeggen reply. Ik zeg hier demo NetSuite. Graag order maken. En deze e-mail die stuur ik gewoon terug. Wat er nu gebeurt is dat deze e-mail automatisch weer teruggevangen wordt door NetSuite in het systeem. Dus als ik dan ga kijken bij de communicatie, dan vind ik hier straks gewoon die e-mail terug. Even ververst. Nou, hier zie ik al mijn respons staan. Dus ik heb hier Brian Sullivan. En dan kan ik ook gewoon weer kijken en viewen. En dan zie ik vervolgens het bericht staan dat ik hem teruggestuurd heb. Nou, wat ik nu kan doen is dat ik de order ga doorzetten. Ik heb een mogelijkheid nu om daar een verkooporder van te maken. Dus ik kan hier nu een sales order van maken. Als ik daar een sales order van maak, dan opent het sales order scherm. Dus ik heb hier nu een order voor die betreffende klant. Hij meldt hem dat ik geen voorraden heb. Wat ik ga doen is dat ik ga zeggen dat ik hem ga verkopen uit San Francisco. Dat is de locatie, een multi-locatie omgeving. Dus gaan produceren vanuit en verzenden vanuit San Francisco. We hebben ook mogelijkheden om dat cross-order subsidiary fulfillment te doen. Dus dat je eigenlijk een bedrijf maakt die eigenlijk ook orders afvangt en die dan vervolgens distributie doet vanuit een ander bedrijf en productie weer vanuit een ander bedrijf. Ook dat soort combinaties zijn hier mogelijk. Nou, hier zien we het product zien we hier staan. Ik heb er nog niks gecommit, nog niks in backorder staan. 50 cases ga ik versturen. En hier zie ik een mogelijkheid staan om een werkorder aan te maken. Nou, als de klant wordt gestuurd, werkt dat standaard invullen op het product. Ik ga zeggen, maak maar een werkorder aan. En als ik een werkorder aanmaak, dan kan ik hem saven. De shippingkosten wil ik nog eventjes weten. Zo, ik zeg save. En zal nu daadwerkelijk ook die verkooporder bewaren in het systeem. Hij heeft het nu aangemaakt. Hier heb ik mijn verkooporder. En wat ik zie is dat er automatisch een werkorder bij aangemaakt is. Als ik de werkorder aanmaak, dan dan krijg ik hier de werkorder te zien. Nou, bij die werkorder heb ik, zie dat deze werkorder nog niet definitief is, nog niet firmed is. Staat op dit moment gepland door het systeem. Ik heb hier het product heb ik hier staan. Hij heeft automatisch heeft hij al de componenten die ik nodig heb, heeft hij hier overgenomen. En we gaan straks deze werkorder definitief maken en dan zal deze werkorde hier ook aangemaakt worden. Eventuele koopproducten die ik ga terugvangen, die kan ik hier gaan registreren straks. Hier zal ik mijn productiedata voorbij zien komen. Wat ik nu ga doen is deze werkorde eventjes firmen. Dan moet ik hem wel even editen. Ik ga de werkorde definitief maken.
En ik ga hem ook direct maar eventjes vrijgeven. Als ik het dan ga saven, dan zal die definitief gemaakt worden. En dan zal die ook voor het andere product, zal die nu hier een werkorde aanmaken. Dus ook deze werkorde wordt nu aangemaakt in het systeem. Ik pak even mijn originele werkorde terug. Wat we hier straks zien met hier nog wat advanced manufacturing instellingen, mogelijkheden, dus de plandata, die komen uit die specifieke aspecten voor die we ingevuld hadden in de route, die komen dan hier op dit moment verder naar voren toe. Ik heb nu mogelijkheden ook om, als ik deze werkorde ga aanmaken, om feedback te geven. Dus ik kan completion meldingen gaan doen en ik kan ook de werkorde ik kan materialen gaan afboeken. Nou, dat afboeken ga ik nu niet via de knoppen doen die we bij de werkorde kunnen vinden. Maar daarvoor ga ik even inloggen in de tablet functionaliteit. Dus ik heb hier een mogelijkheid voor een tablet. Nou, dan zie ik hier mijn werkorde staan. Als ik nu, ik heb twee mogelijkheden om dit te bedienen. Ik kan dat doen real-time. En ik kan dat ook doen zoals dat nu hier op dit moment staat. Ik heb hier mijn instructies staan. Die instructies die ik had toegevoegd op die werkorde, die kan ik nu oppakken. Ik kan daar ook een documentenlink van laten zien. Dus als ik bijvoorbeeld het label gekoppeld had, dan vind ik dat label daadwerkelijk ook hier terug in die werkorde. Hier kan ik mijn materialen gaan uitgeven. Dus ik heb hier een mogelijkheid voor een list. Dan zie ik hier de componenten die ik kan gaan registreren en uit gaan geven. Ik heb de mogelijkheid om de tijd terug te gaan geven. Dus ik kan hier tijden gaan registreren. Dit is een achteraf registratie die via de tablet functionaliteit gebruikt wordt. Ook downtime en scrap kan ik hier gaan verwerken in het systeem. Ik heb de mogelijkheid om hier ook naar een real-time modus te gaan. Dus dan oké druk. En ik klik hierop, dan krijg ik een andere look en feel. Als ik dan vervolgens de werkorde open, dan krijg ik hier een ander idee. Dit is meer het starten en stoppen van de werkzaamheden. Dus hier kan ik nou zeggen, ik ga met deze werkzaamheden beginnen. De tijd loopt nu. En als ik klaar ben, dan loop ik terug en dan ga ik hier afmelden. Dan heb ik hier de instructies staan, die algemene instructie, maar ook weer die links naar die verschillende documenten toe die ik in productie kan gaan gebruiken. Materialen die ik moet afboeken, kan ik hier gaan registreren in het systeem. Ja, die kan ik af gaan boeken. Ik kan eventueel, als ik productie heb wat niet gebruikt kan worden voor de voorraad, voor de klant, kan ik dat hier gaan vermelden met een specifieke reden. En ook afboeken naar een specifieke grootboekrekening. Is er een storing aan de machine, kan ik ook downtijden registreren. Dus als er iets vastloopt of wat dan ook, dan kan ik dat vastleggen in het systeem. Waardoor ik ook tegen die werkorde die kosten ga boeken en naar mijn productie-efficiëntie kan gaan kijken. Wat ik nog wil laten zien hieraan is de mogelijkheid om te werken met kwaliteitsmanagement. Ik zal nu eventjes inloggen als kwaliteitsmanager. Inloggen als kwaliteitsmanager, dan krijg ik hier een overzicht te zien van de dashboard eigenlijk. Navigatie shortcut. Maar ook de test die nog gedaan moet worden, die kan ik hier terugvinden. Ook de resultaten. Als er een bepaald resultaat geweest is, dan kan ik hem hier oppakken. En dan kan ik kijken naar wat er gebeurd is. Nou, ik heb hier een resultaat waar een fotootje gemaakt is. Dan kan ik ook een fotootje bekijken van wat er gebeurd is. In het geval een voorbeeld van een product wat geproduceerd is. Als je naar kwaliteitsmanagement gaat, heb je de mogelijkheid om ook een tablet te gaan gebruiken. Wat we kunnen doen is dat we aan een bepaalde inspecteur activiteiten kunnen koppelen. Dit is workflow gedreven via de workflow technologie die in NetSuite zit. NetSuite heeft workflow technologie. Deze workflows komen out of the box. Dus als die kwaliteitsmodule aanstaat, dan krijg je al die workflows krijg je dan standaard beschikbaar in het systeem. En die workflow die gaat ervoor zorgen dat op het moment dat er een inspectie gedaan moet worden, dat er een activiteit voor aangemaakt wordt in het systeem. Zoals je een locatie selecteert, San Francisco, een do-list, dan zie ik alle inspecties staan. En die inspecties die kan ik dan vervolgens kan ik die toekennen aan een bepaalde inspecteur. Ik kan de prioriteit opzetten. Dus als er bepaalde aspecten zijn, kan ik die
tests die gedaan moeten worden, kan het hier uithalen. En dan kan het hier toekennen aan een bepaalde inspecteur. Als een inspecteur juist bezig is met de ontvangstgoederen om die te gaan inspecteren, dan kan die dat oppakken. En als er iemand is die juist heel specifiek met een wendingproces of met een productieproces bezig is, dan kunnen die testen opgepakt worden en toegekend kunnen worden. Wat we kunnen doen is naar die datacollectie en naar de tablet toe gaan. Nou, dit is ook weer ontworpen. Ik zie dat ik nu ingelogd ben als kwaliteitsengineer. Ik heb de mogelijkheid om te zoeken naar een bepaald soort product. Ik kan er gewoon eentje oppakken. Dus dit is een inkoopontvangst die gecontroleerd moet worden. Hiernaast heb ik een slideoverzicht van specifieke andere aspecten die lopen. En ik kan een fotootje nemen. Als ik een tablet heb, wordt de foto vastgelegd en bijgehouden. Kan hij zeggen doorgaan. En ik heb de mogelijkheid om hier andere elementen, pH-waarde, bricks, temperatuur, tijd, datumstemp, om die vast te leggen in het systeem en dan te registreren bij de inspectie. Nou, dus kom ik eigenlijk aan het einde van mijn verhaal, van de demonstratie. Ik ga dit even minimaliseren. Ik ga even terug naar dit. Wat we hier nog hebben, toelichting is even over NetSuite WMS. WMS hebben we standaard vanuit NetSuite mogelijk. Als je daarnaar kijkt, dan zijn dit de look en feel van NetSuite standaard. Als je met scannen wil gaan werken, is het een hele prima opstart, gunstig scherp geprijsd. Onlangs is dat nog aangepast. De slides hier overheen lopen, dus op het moment dat je dan een andere menuoptie wilt kiezen. De bediening is daar heel vriendelijk van. Ga je echt naar WMS-behoeftes toe, palletregistraties, patchregistraties in de pallet, SCC-nummers. Ja, dan werken we met de WMS-applicatie van Werlings. Een standaard interface met NetSuite zit daarin. Dit is een look and feel van de schermen die je daar overheen ziet. En volgens zie je hier eigenlijk voor de operator die erachter zit en coördineert in de werkplaats het scherm staan voor het verdelen van de activiteiten en pikken van de orders. Dit was mijn verhaal. Dan ga ik vragen of er nog op dit moment vragen zijn. Dan ga ik even kijken of ik jullie kan unmuten.